Dit is BNR. Today You Can. Onder dit motto stapt Aart Huig binnenkort in Alaska op de fiets om in 2 jaar tijd helemaal naar de Zuidpool te fietsen. Ruim 30.000 kilometer trappen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook met een missie. En Aart Huig is net nog even hier voordat hij gaat vertrekken. Aart Huig, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Amerika, Mexico, door het Amazonegebied, helemaal het uiterste puntje dus van Latijns-Amerika op de fiets. Dan moet je ook een professionele fietser bijna zijn, zou ik denken. Nee, professioneel niet. Althans, ik ben niet iemand die continu op de fiets zit hier in Amsterdam en rondjes fietst. Eigenlijk hou ik daar helemaal niet van. Nee, echt helemaal niet. Nee, ik moet echt van A naar B. Weet je wel, grote afstanden. Het gevoel hebben dat ik... Maar dat heb je al eerder gedaan, lange afstanden afgelegd. Ja, ik ben eigenlijk begonnen met van Amsterdam naar Barcelona. En daarna een keer van Amsterdam naar Istanbul. En afgelopen zomer rond de Zwarte Zee, dus via Oekraïne, zo naar Rusland, Georgië, Armenië, Iran en terug naar Turkije. Dat heb je ook in je eentje gedaan, dit soort fietstochten? Ja, nee, je bent nooit alleen hoor. Je bent nooit alleen, nee, onderweg kom je mensen tegen natuurlijk. Maar toch, het zit een soort eenzaamheid hangt eraan. Nou, de afgelopen dagen denk ik daar wel aan, ja. Ja, vooral ook omdat je een dagelijks leven economiedocent bent aan de VU Hogeschool van Amsterdam. Nou ja, dat is een drukke baan, levendigheid, veel met jonge mensen te maken. Dan denk ik, ja, dat ruil je in voor dit bestaan. Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, ik fiets wel echt in the middle of nowhere. De komende anderhalf of 2 jaar. Maar ik ontmoet zo ontzettend veel mensen. En weet je wat het een beetje is? Dat heb ik ook als ik Amsterdam uitfiets. Dan valt er een soort van ding van me af. Mijn gezicht ontspant. En ik heb een soort vrolijkheid. En in de voorgaande reis heb ik ook wel geleerd om mensen ook echt onderdeel te maken van mijn reis. En dat is gewoon eigenlijk heel lekker. Maar wacht even, hoe gaat dat dan? Want dan fiets je daar, dan komt er opeens een relatief jonge man op een fiets aan. Nou, weet je wat dan? Nou, het gaat een beetje zo. Wat denk ik veel mensen doen, hè, als ze bijvoorbeeld naar een stad gaan waar ze nooit zijn geweest en ze hebben een afspraak in een café, dan pakken ze hun GPS, hè, of hun telefoon, kijken naar Google Maps en vinden dan het café. Nou, dat doe ik niet. Nee. Ik stap van mijn fiets af, kijk naar een huis, ik kijk of er iemand rondloopt en ik stap op die mensen af. Eigenlijk klop ik haast letterlijk bij mensen aan om te douchen, weet je wel. Maar ze schrikken nooit? Nee. Kijk, ik ben een hele lange jongen. Dat wou ik net zeggen. Ja, komt Aart Huig, ik zie er behoorlijk eng uit. Ja, inderdaad. Met een baard ook en dan komt hij aan. Nee, baard niet. Nee. Maar goed, dan is het de houding gewoon van ik heb jullie nodig. En dat zien ze, zien mijn tas, ze zien dat ik gewoon daar leef. Ik leef in de buitenwereld. Ik word dolgelukkig en dat straal ik wel uit als ze mij dan toelaten om in de tuin te staan. En dat loopt altijd fantastisch af. Maar het is nogal wat, hè? Ik zei al, docent economie aan de VU hier in Amsterdam en ook aan de Hogeschool van Amsterdam. Dat geef je dus op. Je geeft een paar jaar lang, neem ik een baan op. Heb je die stilgelegd? Kom je dan weer terug? Wat is de afspraak geweest? Nee, ik ben... Ik heb gewoon eigenlijk een ontwikkeling meegemaakt. En waar ik nu ben geëindigd is dat ik dat pak, dat past gewoon niet voor mij. Hè? Dat maatpak en top-econoom worden wat ik altijd wilde worden. Ja, dat hoeft eigenlijk ook niet zo. Dus ik heb echt 3 billies vol. Ik zeg altijd, als je 3 billies vol met economieboeken hebt, dan ben je een professor. Nou, die heb ik. Ik ben geen professor en ik moet het ook niet worden. Waarom wil je geen top-econoom meer worden? Weet je, ik heb ook in het onderwijs geluk mijn master gehaald. Ik ben gaan promoveren. Ik ben bij Nederlandse Bank gewerkt. En ontzettend rationele omgeving natuurlijk. En ik vind dat heel leuk. Ik vind de economie echt fantastisch. Ook als sociale studie echt fantastisch. Om les te geven vind ik ook te gek aan die kinderen. Maar er is meer, weet je. Ik heb die kast leeggehaald. Weet je, tal van dozen boven op zolder gezet. Die kast is leeg en ik ben benieuwd wat daar komt. En ik hoop wat creatiever, wat artistieker, wat emotioneler. Weet je, er ligt gewoon nog een heleboel om te ontdekken. Maar je durft ook dus dat risico te nemen, want heel veel mensen hebben dit idee. Hè? Dit is, je praat in de kroeg en die zeggen dit en vervolgens gaan ze toch weer, nemen ze hun gewone leven weer op maandag. Tuurlijk, en dat is ook het motto van mijn reis, van mijn project Today You Can. Die vraag wordt mij eerst ook gesteld van waarom ga je dan fietsen? En dan was het eigenlijk cause I can. Ik word er ontzettend gelukkig van. Weet je. Ik kan echt huilen van genot als ik daar op die fiets zit. En ik laat het achter en dat is een risico. Ik laat van alles achter, ook mijn vrienden en mijn werk en mijn carrière. En dat is een risico wat ik neem. Maar ik denk dat mensen dat moeten doen. Maar je hebt geen kinderen, geen vaste relatie? Ja, wel een soort van relatie. Geen vaste relatie, geen kinderen, geen hypotheek. Een soort van relatie, ja, nu 2 jaar weg dus. Ik bedoel. Ja. Nee, ik heb het eigenlijk allemaal niet. Wel ontzettend fijne mensen om me heen, maar dat niet. En ja, weet je wat ik denk? En dat was voor mij is dat heel erg zo geweest. Ik heb dus gestreefd naar het worden van top-econoom. Dat wilde ik worden. Ja, langzaamaan was het toch toegeven dat ik dat eigenlijk
niet wil, dat ik me daar niet blij mee voel. Dat je niet wil, maar niet dat je het niet kan. Want dat zou ook kunnen, dat je denkt, wacht even, ik loop achter en er zijn er een paar die zijn nog beter dan ik. Die dingen lopen wel natuurlijk hand in hand. Dat gaat wel samen. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om dat paragraafje of dat paraafje steeds weer op die stukken te krijgen. En te moeten leuren bij allemaal afdelingen. En weet je, dat is een financiën. Dus wat en Kees EZ. Knot wel voor elkaar kreeg, jij niet. Dan zou je zo'n Kees Knot geworden. Ja, wellicht. Nee. Je maakt ook mooie reizen, maar vooral per vliegtuig. Ja. Maar jij gaat fietsen 30.000 kilometer. Ja. Wat ga je doen? Wat is de missie van die reis? Want je gaat niet alleen maar fietsen. Kijk, voor mij is het mijn droom. Dus Today You Can, het gaat over mijn droom en die leef ik. En onderweg fiets ik langs scholen, universiteiten. En dan geef ik een soort van gastcollege. Eigenlijk over dit verhaal, Today You Can, weet je wel. Waarbij ik wat moralistisch in het begin vertel waar ik vandaan kom en nu sta. En uiteindelijk ze de boodschap meegeef van... kijk zelf eens wat je niet leuk vindt eigenlijk. Om er uiteindelijk achter te komen wat je wel leuk vindt. En ik denk het belangrijkste, en je zei het zelf al... Ja. Dat je risico's durft te nemen. En je gaat dus gastcolleges geven onderweg, dan ben je bezig. Maar je gaat toch ook volgens mij films maken? Of zo filmpjes klopt. Maken? Ja, nee, ik maak twee soorten films. Eén face-to-face en die gaat over mijn gezicht. Wat je hoort gaat misschien ergens over. Je ziet het op mijn gezicht. Die andere is As the World Turns. Ja, heel origineel. Maar As the World Turns gaat eigenlijk over een soort man bij het hondachtige serie. Mensen onderweg van Noordpool naar Zuidpool. Kijken wat hun beweegt. Wat doen ze overdag? Weet je wel? En dan een soort terugblik ook op wat ze dan doen. En, nou ja. Het is wel een gigantische reis. Het moet 2 jaar duren. We worden ook in de Tour de France. Hè. Mensen hebben ook aan gedacht, dit is mijn droom. Ik wil ooit een Tour de France rijden. Daar heb je ook risico's over gehad. En heel veel voor over gehad. En het moet doorgaan. En dan stap je af na 2 weken. Dat kan in jouw geval ook gebeuren. Ben je ook nog medisch goed getest? Nee. Ik ben wel naar de tandarts gegaan. Nee. Ja, dat is wel handig. Ja. Ja, dat is wel handig. Begint het mee, hè? Nee, ja, ik... De eerste week wordt überhaupt zwaar. Want dan zit ik 700 kilometer op de fiets. Zonder een dorp of iets van mensen tegen te komen. Dus dat wordt wel even bikkelen. En voor de rest... Ik wilde komen. En ik ga heel diep. En dat op zich is net een conjunctuur. Je knalt keihard naar beneden. Maar als je maar doorgaat, vergeet je, stijg je ontzettend hard omhoog. Ik ga toch af en toe eens kijken hoe het gaat. En dat kunnen mensen ook doen door te gaan naar www.todayyoucan.com. En dan today-you-can.com. Aart Huig, woensdag vertrekt hij voor een enorme tocht. Enorm risico. Zeker na afloop hoop ik je hier nog een keer te spreken. Dank je wel. Ja, dank je.